Over Theo Jansen. Theo Jansen, ja, bij Ajax nog maakt een grove overtreding. Ja, ik zie, daar gebeurt dus van alles. Ik zag het niet terug in dat beeld. Dus ik weet niet of het zin heeft. We kunnen het, laten we het doen. We spelen het en zeg jij wat er gebeurt ondertussen. Dan houden we het geluid een beetje zacht. Ja, Theo Jansen is natuurlijk een speler. Die gaat gewoon echt zijn eigen gang. En hier maakt hij die overtreding, bam. Bam, overtreding. Jij moet geel geven. Ja, je moet geel geven. En wat ontstaat er eigenlijk in deze wedstrijd? Theo Jansen bleef eigenlijk maar gaan. En Theo Jansen stond eigenlijk op scherp. De wedstrijd daarna zou hij tegen PSV spelen. Een belangrijke wedstrijd in de competitie. Maar wat gebeurt er in deze wedstrijd? Theo die moet zich bewust zijn dus dat hij al geel heeft. En als ik hem geel geef, is hij geschorst. Maar op een gegeven moment gaat hij dus de wedstrijd beginnen. En hij blijft elke keer die acties maken. En Frank de Boer, dat zijn hij, die zegt op een gegeven moment... jongens, niet meer zoveel naar voren, we spelen dit uit en volgende week hebben we PSV. Maar Theo bleef maar doorgaan. Dus op een gegeven moment ontstond irritatie tussen die twee. En op een gegeven moment, Theo was er voor me helemaal klaar mee. Die speler van Aro komt en pof, hij komt erop af. En op een gegeven moment geef ik dus die gele kaart. Ik zeg, Theo, wat doe je nu, man? Moet ik je geel geven? Ben je geschorst de week daarna? En hij komt naar me toe en zegt, als die Frank de Boer zo wil spelen, speelt hij lekker zonder mij. En hij geeft hem maar, zegt hij. Dus het zijn hele aparte spelen, maar dat zijn conversaties met elkaar. Dat is gewoon erg leuk, maar veel mensen weten dat niet. Vindt Theo Jansen het leuk dat het in het boek staat, denk je? Ik denk dat Theo er niet wakker van ligt, denk ik.